things I said, know that I was wrong. Bekende en minder bekende Dordtenaren die werken in de media presenteerden zaterdag een uurtje radio op Drechtstad FM. Het is toch anders dan dat je het zeg maar, als schrijvend journalist doet. Dan maak je aantekeningen, dan kun je redelijk informeel blijven. Dan kun je ook de volgorde hanteren die je zelf wilt. Nu moet je echt volgens een draaiboek. Alleen je hoeft niet zo erg op je uiterlijk te letten, want het is toch maar radio. Zeg maar. Dus het gaat om je stem. Ik vond het heel erg spannend en mijn hart klopte er heel erg van, maar in de goede zin des woords. Het is gewoon mijn oude liefde, dus met heel veel plezier gedaan. Ik heb wel eens eerder mogen invallen een keertje ergens in Cotinci met een live uitzending rondom Lock Me Up For Your Girl, misschien kun je dat nog wel herinneren. Dat was eigenlijk mijn radiodebuut en vandaag mocht ik het nog een keer doen en dan ook tevens met een interview erin. Dus niet alleen maar plaatjes draaien, maar ook direct een soort talkshow-achtig dingetje maken. En ik moet zeggen, ik vond het hartstikke leuk. De deur van het mediacentrum stond open en iedereen mocht komen kijken. Aanleiding was de eerste verjaardag van het radioprogramma Studio De Wit. Het is ook een feestje om te laten zien wat de omroep allemaal kan. We hebben een omroep waarvan mensen eigenlijk soms niet weten wat hier in potentie aanwezig is. Goede technici, we hebben kwaliteiten om dingen naar buiten te kunnen brengen. En dat is eigenlijk voor mij een middel om Studio De Wit even in het zonnetje te zetten. Maar niet om Studio De Wit 1 jaar is, omdat ik gewoon vind dat de omroep dit verdient. Het programma duurt normaal 2 uur, maar afgelopen zaterdag 8 uur. We hebben eigenlijk een heel simpel format altijd, iedere week. Hoofdgast, in 2 uur hebben we de actualiteiten en altijd een dichter. En de hoofdgast brengt altijd zijn muziek mee. En nu hebben we dat over een hele dag uitgetrokken. Dus we hebben 8 dichters, 8 gasten en 8 presentatoren. Als presentatoren onder andere RTL Nieuwspresentator Antoine Peters en oud-televisiepresentator Victor de Koning, die bekend is van Nova, Studio Sport en 2 Vandaag. Nou, ik heb heel lang geleden, maar toen was ik denk ik een jaar of 14, 15, toen woon ik nog in Zeeland, heel kort bij een lokale radiozender in Koudekerk gewerkt. Maar dat moet ik echt heel diep graven. Daar heb ik ook niet zoveel geleerd, denk ik, want ik wist niet veel wat ik moest doen. Ik heb verschrikkelijk veel bewondering en belangstelling voor mensen die dit soort lokale omroepen rechtop houden. Hè? Want het is verschrikkelijk belangrijk in een lokale omgeving dat je dit soort communicatiemiddelen hebt. Nou, ik vind radio wel heel erg leuk, omdat je kan gewoon lekker in je trui, geen make-up op, gewoon weinig, wat minder voorbereiding dan bij tv, een kleiner team, ja, kan je hele leuke dingen doen en dat zou ik wel eens wat vaker willen, ja. Maar ik heb het druk zat, dus het is even goed zo. Komende zaterdag is er weer een normale Studio De Wit tussen 10 en 12 op Drechtstad FM. These